1 voor half 9 om precies te zijn. Ja, dit gaat zich nu zo lekker springen. Daar zijn 3, 4, 5 rode lichten en ze zijn uit. En we zijn onderweg. Kijk of iedereen veilig en goed door P, door de eerste bocht komt. We zien Jochem meteen een goede start hebben. Fruitcoatje ook. En wat contact. En dan ging een Sauber. Maar ja, Sauber. Er is een Sauber gespind. 5 plekken verloren. Raoul. Zo, er gebeurt heel veel hectiek hier in bocht 1. Maar geen voorvleugels zien vliegen. Heb jij veel voorvleugels zien vliegen? Nee. Dat middengevecht vanaf P8 is heel interessant meteen. Nou is de 4 natuurlijk in ronde 1 altijd wat coulant, want start, hectiek, alles. En nou echt trouwens een goede start, jongen. Van P16 naar 10. Die moeten ze hebben van de race pace. En misschien dat hij ook wel heel veel geoefend heeft in de regen. Dat weet ik niet. Steven verliest heel veel plekken in één keer. Die had een goede start, maar die verliest heel veel plekken. Oh shit, Corrie Kat rijdt hier. En Jordi retired. En Jochem ook. Ik wil even meekijken, want Lal Mazzara die rijdt ook heel sloom. Daarvan weet je dat je dan natuurlijk door de regen al eerder moet remmen. Allen voor één. Ook een Jacques W. retired. Dan gaan we DJ Roger kijken, want die gaat er langs rijden. En in de muur. En DJ Kamp ook in de muur. Jongens, wat zijn we aan het doen? Eén die rijdt heel voordelig vooraan. En Jochem heel rustig op tweede plek. Nummer 5 en 6, dat is Raoul en Nigel. Die zitten heel dicht bij elkaar. Dat zijn een Sauber en een Mercedes. Dat die met elkaar duelleren. Zou ik kunnen doen, maar ik ben wel een slechte commentator. Maar ja, jongen, dat maakt niet uit, want ik ben ook niet heel goed. Ik maak 2 dagen van tevoren maak ik het thuisbericht terwijl Raoul naar binnen gaat, die heeft voorvleugelschade op dit moment in de regen. Al verliest Thomas wel tijd. Composite, retired from session, DJ Roger die gaat daar langs rijden zo direct. Verlepte Currycat zit er heel dicht achter bij Jochem. Ik riep persoonlijk dat Julian vandaag een kans ging maken op podium en misschien nog wel voor de winst. Hij zei zelf volgens mij tegen mij nog P5 en 6 thuis voor die strijden. Iedereen naar binnen trouwens. Thomas naar binnen. Dat hele groepje naar binnen. Thomas naar binnen. Andere Thomas naar binnen. Marcel naar binnen. Thomas dus. Wesley. Thomas die Wesley in de inhaalt. Alles kort gezien. Dan naar binnen en die 5 seconden op een go had hij volgens mij. Nee, hij niet. Gaat naar Sots. Allebei naar Sots. Jochem naar binnen naar Supersos gegaan. Nigel naar binnen naar Sos gegaan. Julian, ik zag trouwens iemand gespind. En Toro Rosso. Jochem was dat. Die is de pitstraat uitgereden en gespind. Thomas naar Supersos gegaan samen met Jochem. Inderdaad. Wesley naar Sos gegaan. Thomas, andere Thomas naar Sos gegaan. Raoul naar Supersos. Julian naar Softs, gewoon Marcel naar Super Softs samen met Api en DJ Roger. Maar goed, het is dus droog genoeg geworden. Ja, nu moet de baan weer opnieuw ingerubberd worden. 1 keer op P3 geëindigd, 2 op P3 geëindigd bedoel ik. En eentje nog op P2, zie ik. En graf statistieken, Jochem zit er 2/10 vanaf. 2/10, rechte stuk. Loopt inderdaad 3.50 bijna. Zet de snelste race ronde neer. Remt wat later, switchback, ja hij maakt hem af. Verliest de achterkant een beetje, is er wel langs. Kan hij hem nu afknijpen, uitremmen en doorpakken? Jazeker, en hij heeft hem. Clean en sterk. En Nigel zit daar natuurlijk nu heel dicht achter. Nigel heeft hem weer teruggepakt op slipstream en DRS. Maar kan Jochem dan behouden met, ja, met uitremmen. Thomas heeft het gat helemaal dicht gereden, gaat inhaal proberen. Ik zie regen, maar dat kan ook van de baan komen. Laat het regen zijn, laat er weer wat spanning komen, want dan kan het gat weer een beetje dicht gereden worden.
Nigel heeft Thomas, Thomas heeft Nigel, maar nu weet ik het niet meer hoor jongens, wie heeft. Nigel heeft nu wel echt Thomas terug. Maar Thomas is aan het kijken, Thomas buitenom, doet hij het? Lichtcontact, wiel tegen wiel, raakt de muur en de kasteelsectie. En daar gaat die Thomas netjes als eerste doorheen laten. Vlak voor kasteelsectie haalt hij in. Dat is netjes. Heeft gratis gemaakt. Jochem heeft slipstream, Jochem heeft DRS. Jochem die gaat zo direct naar 3,50 rijden, denk ik. Als hij in de slipstream was gebleven. Maar hij heeft gewoon op, hoe heet dat, snelheid hem te pakken met 3,45 loopje. Nou ja. Stukje carbon die ik liggen, dus iemand heeft zijn voorvleugel in bocht 1 verloren. En Jochem heeft gewoon rustig P2,5. Dan gaan ze niet mee, zo direct op snelste race rondes. Ja. En Verlet de Currykat is weer voorbij. Ja, met DRS. Dit is echt een heel mooi duel aan het worden. Ik snap wat ze bedoelen. En kijk, Jochem pakt misschien wel uitremmen. Nee. Dat is net te diep. Dat weet ook Jochem. En heeft de DRS, heeft de slipstream. Rijdt op dit moment gewoon 350 km per uur. Nam een kijkje, maar kon hem niet vinden. Thomas, snelste race ronde 1:41.850. Ik krijg een berichtje binnen, Max 2. Een enorme duel tussen Julian en Thomas. En Thomas lijkt er met de winst van door te gaan. Al zit Julian er nog wel voor. Julian gaat afknijpen, kan hem niet houden. Gaat in de slipstream om uit te remmen. En pakt hem net niet. Oh, Thomas. Zo, schiet er even voorbij. Nou, Max kan morgen wel in de slipstream richting bocht 1. Inderdaad, Wouter. En misschien is dat nog wel beter als wat hij zelf ook zei. Oh, Julian. Rijdt zijn sidepot eraf. In kasteel. En Raoul knalt daar achterop. Ja, Raoul knalt er achterop. Maar heeft hij dan zijn band verloren? Nee. Die heeft gewoon zijn voorvleugel eraf gereden. En retired op de baan. Als ik Ian moet geloven, is dat heel dom. En levert je dat de kwalie ben op. Maar goed, dat is aan de via. Dat is niet aan mij. En Raoul die parkeert hem daar in de muur inderdaad. Zijn AI. Goed. Dan kunnen we dat natuurlijk ook hem trots melden. Nigel zit er overigens 3/10 achter in de slipstream in de DRS. Nigel met zijn Mercedes is aan het vechten voor P nummer 2. En hij heeft hem wel, heeft hem niet, heeft hem wel, heeft hem niet, heeft hem wel. En oeh, heel dwars. Maar hij houdt hem wel. En dan krijgt hier natuurlijk Verlepte Currykat DRS. Gaan we met hem meekijken. In de slipstream, in de DRS. En nu staat hij weer op P2 en kan hij hem vasthouden? Ja, kan er een switchback worden gedaan? Ja, dankjewel. we gaan weer heel snel terug naar interval, want er is een duel op de baan. Nou ja, Nigel zit er 1,1 seconde achter. Dus ik denk dat het eigenlijk wel beslist is. Want vooruit, coach, ik heb de hele finish gemist. Sorry, jongen, maar je bent eerste geworden. Verlepte Currykat, die gaat hier over de finish. Ik denk niet dat Nigel nog in kan halen.